President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren een aantal maatregelen aangekondigd die moeten bijdragen aan het stabiliseren van de wisselkoers en het weer op spoor brengen van de economie van het land. Een van de maatregelen is het per 1 april verhogen van de royalties van de kleinschalige goudsector van 4,5% naar 5,5%. Met deze verhoging zal de overheid 224 miljoen SRD extra innen. En zoals het herstelplan is aangegeven, meneer voorzitter, zal dit geleidelijk aan verder verhoogd worden de komende periode tot naar 7,5%, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, de grondhuurtarieven zijn aangepast en ze kunnen, zoals het omschreven is, in het staatsbesluit nog dit jaar geïnd kunnen worden, meneer voorzitter. Natuurlijk willen we een efficiënte en vlotte inning en zal het GLIS worden aangewezen als inningsautoriteit. En de inkomsten uit hoofde van deze maatregelen die zijn geraamd op SRD 1 miljard, meneer voorzitter. De president liet ook weten dat de exportprijzen voor hout en vis worden aangepast naar meer realistische bedragen. Hierdoor zal de inning van exportheffing toenemen met minstens 50 miljoen SRD per jaar. De concessierechten op goud, hout en zandafgravingen zullen ook verhoogd worden. En deze verhoging zal ook bijdragen aan meer inkomsten voor de staat, meneer voorzitter. We hebben nog uitdagingen, meneer voorzitter. De subsidie op elektriciteit en kookgas kost de gemeenschap ruim 100 miljoen US dollar, meneer voorzitter. Per jaar 100 miljoen US dollar. Per jaar, meneer voorzitter. Dat is niet vol te houden. We zullen kwetsbare groepen blijven subsidiëren. Meneer voorzitter, met subjectsubsidie en de subsidie aan financieel draagkrachtigen zal worden afgebouwd. President Santokhi haalde aan dat het doel is om 1 miljard SRD minder subsidie te betalen als het aankomt op elektriciteit. Door afspraken met staatsolie is 310 miljoen SRD hiervan al opgevangen, zonder dat de gevolgen zijn afgewenteld op het consumententarief.